AI-tools die jij kan gebruiken om online geld te verdienen. In deze video ga ik je 5 AI-tools laten zien waarmee jij online geld kan verdienen. En nee, hier heb ik het niet over ChatGPT, want iedereen kent ChatGPT ondertussen wel. Ik ga hier tools bespreken die jij mogelijk nog nooit hebt gezien en waarmee jij dus mogelijk ook online geld kan verdienen. Als je nieuw bent op mijn kanaal, mijn naam is Dielke en op mijn kanaal vind je allerlei video's over hoe jij online geld kan verdienen. De eerste AI tool die ik met jou wil bespreken en waar jij dus mogelijk online geld mee kan verdienen is StealthGPT. En nee, het is geen ChatGPT, maar het lijkt er wel op. Maar met deze tool is het zo dat je teksten kan genereren die niet worden gedetecteerd op plagiaat of worden gezien als hey, dit wordt geschreven door een AI tool. Hierdoor kan je dus heel gemakkelijk teksten genereren en lijken ze dus alsof het gewoon geschreven is door een mens en niet door een AI-tool. En dit is een enorm groot verschil met ChatGPT, want daarin zit een heel groot plagiaatgedeelte. Dus stel je wil daar teksten mee gaan genereren, dan is het plagiaatcijfer wat je daaraan kan hangen best wel hoog. En met StealthGPT is het zo dat deze niet detecteerbaar is dus op plagiaattools. En hierdoor heb je dus veel uniekere content waar je teksten mee kan gaan schrijven. Maar hoe kan je hier nou geld mee verdienen? Er zijn enorm veel mogelijkheden hoe je hier geld mee kan verdienen. En een van de manieren is door bijvoorbeeld het schrijven van blogs. En als jij in die blog allerlei affiliate links neer gaat zetten, kan je daar dus geld mee verdienen aan de hand van affiliate marketing. En weet je nou niet precies wat affiliate marketing is? Ik heb voor jou hierboven een video neergezet waarin ik jou stap voor stap meeneem over wat affiliate marketing is en hoe je hier ook mee kan starten. Dus deze StealthGPT is een hele goede AI tool om geld mee te gaan verdienen. Maar je kan ook bijvoorbeeld jezelf gaan verhuren als freelancer. En op Fiverr kan jij bijvoorbeeld je heel gemakkelijk aanmelden. En kan jij dus de blogs die jij schrijft verkopen. Of mensen die op zoek zijn naar het schrijven van blogs. Je kan je dus gemakkelijk aanmelden bij Fiverr als een scriptwriter of als een schrijver. En kan je hier zo jezelf als freelancer dus gaan verhuren. Maar je hoeft niet alleen blogs te schrijven. Je kan bijvoorbeeld ook YouTube teksten schrijven. En die kan je later ook weer gebruiken als je een YouTube channel wil starten wat bijvoorbeeld faceless is. En daar kun je allerlei andere AI tools voor gebruiken. Dus de mogelijkheden met deze ondetecteerbare AI tool om tekst te genereren zijn echt enorm. Alle AI tools die ik in deze video bespreek heb ik hieronder in de beschrijving voor je neergezet, zodat je gemakkelijk daar accounts aan kan maken. De volgende AI tool die ik met jou wil bespreken is een tool waarmee jij voice-overs kan gaan genereren. En deze heet PlayHT. En hierzo kan je super realistische voice-overs creëren, want je ziet best wel vaak dat het heel erg robotachtig overkomt. Maar in deze tool kan je enorme goede echte voice-overs creëren. Dus stel jij maakt YouTube shorts of je maakt shorts voor een ander social media kanaal en jij bent op zoek naar een goede voice-over, dan is dit een hele goede tool. En je kan hier heel gemakkelijk op create nieuw file en dan kan je hier zo voice-overs gaan genereren. Wat je dus hoeft te doen is alleen maar hier de tekst in te plakken en de tekst wordt al gegenereerd. Dus dit is heel leuk en kan je dus bijvoorbeeld gebruiken, zoals net als ik al zei, voor het creëren van een faceless YouTube channel. Maar ook hier kan je dit ook weer gebruiken voor bijvoorbeeld voice-over, waar mensen naar op zoek zijn. En ook is Fiverr hier weer een hele goede van. Je kan je dus ook weer jezelf verhuren als voice-over. En nee, ik zou niet aanraden om dus die robotstem te doen. Maar wat met PlayHT heel erg mooi is, is dat ze een nieuwe tool hebben gecreëerd. En dat is voice cloning. Je kan dus je eigen voice klonen. En je hoeft dan alleen maar een tekst in te voegen. En vervolgens gaat deze voice clone dus aan de slag en daar de teksten van oplezen. Die je dus kan gebruiken voor allerlei video's. En dat zou je dus mogelijk kunnen verkopen op Fiverr. En zo zijn er natuurlijk nog tal van andere platformen waar je dit mogelijk zou kunnen doen. Maar dit is echt een enorme voorloper op dan weer voice-over tools. De derde AI-robot die ik met jou wil bespreken is Visla. En in Visla kan je automatisch
video's genereren aan de hand van teksten die je schrijft of aan de hand van ideeën die je mogelijk hebt. En hierbij creëert deze tool dus automatisch video's voor je. Dus je hoeft niet zelf meer op zoek te gaan naar clips die je moet toevoegen of een extra voice-over, want deze tool doet het allemaal in één. Het enige wat je dus nodig hebt is tekst. En die tekst had je dus al gegenereerd in deze tool. En hiermee kan je dus video's gaan verkopen. Dus je maakt mooie video's voor andere mensen. Of je kan het bijvoorbeeld gebruiken op je Facebook YouTube channel. Of je kan aan de slag gaan met affiliate marketing en dit combineren met social media. En hoe je dit precies doet, ik heb ook in de beschrijving hieronder een gratis e-book neergezet wat je kan downloaden, waarin ik jou stap voor stap uitleg hoe je dus aan de hand van een Facebook account en affiliate marketing online geld kan verdienen. Als je aan de binnenkant kijkt van Visla, zie je hier zodat je heel gemakkelijk een nieuwe video kan creëren. En je kan dus alleen een idee invoegen of tekst van een blog dat je hebt geschreven. En aan de hand daarvan gaat deze tool een video maken met daar ook bij een voice-over. En de video's die hier uitkomen zijn wel echt van goede en mooie kwaliteit. En je hoeft er dus zelf nog wel een klein beetje wat aan te doen, maar niet super veel. En dat bespaart je dus enorm veel tijd. Zelfs kan je hier zo, als je dus een blog hebt, kan je daar een video van maken. Je hoeft dus alleen maar de link in te voeren. En vervolgens kan je zeggen van oké, maar hoe of wat wil je dat de video eruit ziet. En als je op Generate Video klikt, gaat hij dus een video voor je maken. Hier zie je nu dat ik een blog heb gekopieerd over de beste plekken die je kan bezoeken in Phuket. En hier zie je dus gewoon de video die hij heeft gemaakt aan de hand van de tekst van dat blog. En hier zie je de video duurt 2 minuten. Nou, het ziet er hartstikke gelikt uit. En zo kan je dus heel gemakkelijk video's maken en deze mogelijk verkopen. Of misschien wel zelf gaan een YouTube channel beginnen. De vierde AI tool is OpenScript. En bij OpenScript kan je lange content opknippen in shorts. En die shorts kan je dan weer gaan verspreiden op verschillende social media kanalen. En je hoeft dus dan niet meer super lang bezig te zijn met het creëren van shorts. Want deze tool doet dat allemaal al automatisch. Hierbij is het zo dat je gewoon je YouTube channel link of een YouTube video kan plaatsen of plakken in de tool. En uiteindelijk knipt hij ze dan op dus in korte video's. En nou ja, zoals iedereen weet zijn korte video's super booming. En zullen ook nog wel voor lange tijd heel erg goed doen op social media. De views die je krijgt zijn met short form content gewoon heel erg groot. Dus Opus kan je hierbij helpen. En zoals ik dus net ook al zei, ik ben hier dus ingelogd in het dashboard. Dus het enige wat je dus hoeft te doen is hier zo de link van het YouTube channel in te voeren. En vervolgens gaat de tool dus die korte video's maken. Wel is het zo dat je niet zomaar andermans video's mag gebruiken en daar korte clips van mag gaan maken of gaat maken. Hier heb je of eerst toestemming van nodig van dat kanaal, of het moet je eigen kanaal zijn. Dus daar moet je wel even rekening mee houden als je deze tool gaat gebruiken of als je überhaupt aan de slag gaat met short form content. En je kan natuurlijk ook weer hier geld mee verdienen aan de hand van of het verkopen van ik maak korte video's voor je. Of je kan natuurlijk zelf deze korte video's gaan posten en dat koppelen met affiliate marketing, waardoor je dus voor jezelf geld gaat verdienen aan de hand van affiliate marketing en short form content. En de laatste AI tool die jij kan gaan inzetten om online geld te verdienen is Descript. En met Descript kan jij video's heel gemakkelijk editen. En dat kan aan de hand van de teksten. Normaal als je edit moet je natuurlijk in je video kijken en dan stukjes eruit knippen. En in deze tool is het zo dat er tekst wordt gegenereerd. En zodra je puntjes ziet of andere dingen ziet, dan kan je die tekst eruit halen. Dus dan is het gewoon knippen, plakken of in ieder geval deleten. En dan wordt die zin er direct uitgehaald. Waardoor je dus eigenlijk een tekst aan het editen bent. En kan je veel sneller dus video's editen van jezelf of van andere mensen. En ook hier kan je dus weer geld mee verdienen. Zoals bijvoorbeeld jezelf te verhuren ook weer op Fiverr. En op Fiverr kan je je dan bijvoorbeeld als video editor aanbevelen. En hier kan je dus mensen
aanbieden dat je hun ruwe video's die zij opnemen, waarbij ze stotteren of dingen verkeerd zeggen, kan je dus aanbieden dat je dat gaat editen. En het is heel gemakkelijk om dan alleen de tekst aan te passen en de tool past het hiervoor aan. Maar het mooie is ook dat je hier zo allerlei andere dingen kan toevoegen, zoals leuke ondertiteling met kleurtjes en shapes of vierkantjes, rondjes, zoals je hier ziet. Van alles en nog wat kan je dus in deze tool doen. En deze tool maakt het dus heel erg gemakkelijk om video's te editen. En hier bespaar je dus ook heel veel tijd mee. Dus kan je mogelijk ook meer klanten gaan helpen. Zo zie je dus dat er enorm veel AI-tools zijn die jou kunnen gaan helpen met het genereren van online inkomsten. En je hebt mij al vaak horen zeggen, ja, je kan het combineren met affiliate marketing. Want affiliate marketing is enorm breed en kan je dus heel gemakkelijk inzetten bij meerdere verdienmodellen. Dus als je niet precies weet hoe je daarmee aan de slag gaat, dan heb ik voor jou dus hieronder het gratis e-book wat je kan downloaden, hoe je aan de slag kan met affiliate marketing en hoe je hier dus ook online geld mee kan verdienen. En vond je deze video waardevol? Geef vooral een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal voor nog meer video's over hoe jij online geld kan verdienen.